Wil je nu zo goed als mij Tailwhip kunnen? Volg dan zeker mijn stappen en dan zie ik jou na de intro. Het eerste wat jullie nodig hebben is natuurlijk een step. En daarnaast heb je natuurlijk ook bescherming nodig. Nu zijn we klaar om te beginnen aan de eerste tip. Hoe sta je op een step? De eerste vraag die je jezelf moet stellen is, sta ik regular of goofy? Regular betekent dat je linkervoet van voor staat en je rechtervoet van achter. Goofy betekent dan weer dat je rechtervoet van voor staat en je linkervoet van achter. Dit is een beetje een persoonlijke keuze wat jij het fijnst vindt. Ik zelf zou niet ski gaan staan, want dan ga je minder goed je tailwhip kunnen afschieten, waardoor je hem dus minder snel gaat landen. Heel belangrijk is wel dat je of je rechtervoet of je linkervoet helemaal van achter zet, zodat je je dek goed kan afschieten. Want daar draait het vooral om bij een tailwhip. Zodra je weet of je regular of goofy staat, gaan we door naar de volgende stap. En de volgende stap is een bunny hop doen. Maar Kevin, hoe doe je nu een bunny hop? Ik heb eigenlijk drie stappen die je moet doen om de perfecte bunny hop te doen. De eerste stap is, zet je voet helemaal van achter, zoals eerder gezegd. Hou je handen stevig vast, duw op je dek, trek aan je stuur en laat dan een beetje je voet los. Hierdoor ga je automatisch een bunny hop. Ik zal het even voordoen. Hup, door je benen strekken en uitspringen. Zodra jij hoog springt, goed hard kan afschieten, dan ga je die tailwhip super makkelijk landen. Zodra je de bunny hop goed onder de knie hebt, kun je door naar de beweging. Maar welke kant draaien we op? Simpel gezegd, sta je regular, dan draai je met de klok mee. Sta je goofy, dan draai je tegen de klok in. Dus, nu weet je welke kant je dek op moet draaien. Nu gaan we verder naar de volgende stap. Hoe moet ik mijn dek draaien? De dek ga je vooral draaien met de beweging van je stuur. Je houdt je step omhoog, strekt je armen voor nu en gaat van links naar rechts. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Als je die beweging onder de knie krijgt, dan zit je al vrij goed. Kijk wel uit dat het niet tegen je schenen aankomt. Als ik jullie was, zou ik dit super veel oefenen. Zodra je dat kan, kun je gaan beginnen met het draaien van je dek tijdens het rijden. Wat we gaan proberen is, we gaan rijdend met één voet, hup, we springen omhoog en we gaan erop springen. Dit zou ik ook super super veel oefenen thuis, want dit is echt iets heel belangrijks. Daarna gaan we door naar het volgende en dat is springen en afschieten tegelijk. Je gaat rijden met twee voeten nu, hup, springen, afschieten en er terug op. Dit doen we vooral ook zodat je goed het gevoel krijgt en de beweging onder de knie krijgt. Als je deze stappen allemaal goed kunt, dan zit je echt super close bij het landen van je tailwhip. Ik ga nu nog een paar tips geven die jou kunnen helpen bij het landen van jouw tailwhip. Tip nummer 1. Gebruik een ramp op het skatepark. Hierdoor ga je meer airtime krijgen, dus meer tijd om je tailwhip te kunnen landen. Daarnaast, tip nummer 2. Hou je step altijd horizontaal. Ik zie heel veel mensen die een tailwhip proberen te landen, maar ze hangen helemaal naar achter. Dus de beweging gaat goed, maar zo kun je nooit een tailwhip landen. Heel belangrijk, hou je step horizontaal, dus niet zo. Probeer echt een beetje naar voren te hangen, want dan kun je veel makkelijker landen. Daarnaast, tip nummer 3, zorg dat je step altijd kort blijft. Ik zie heel veel mensen die doen de beweging redelijk goed, maar die doen dit. Die zijn horizontaal, die kunnen hem niet landen, zeggen ze dan. Heel belangrijk is dat je step kort houdt, zodat hij eigenlijk al bijna terug onder je voeten gaat. Daarnaast nog een handige laatste en kleine tip. Hou je step voor je. Dus doe niet dit. Zo kun je nooit landen. Doe ook niet dit. Of dit, zoals net gezegd. Hou hem gewoon recht voor je en draai je tailwhip kort onder je. Dat is super belangrijk en daardoor hebben ook echt al heel veel mensen op onze kampen en lessen hun tailwhip of hun trick kunnen landen. Puur door deze kleine tips. Wil jij nu een tailwhip leren? Volg deze stappen en je gaat hem gegarandeerd landen. Vind jij het nou moeilijk om dit zelf te leren of heb jij persoonlijk advies nodig? Wij geven lessen in Lommel en kamp over België en Nederland. De link staat in de beschrijving. Moest je een kijkje willen nemen, doe dat zeker en stel mij een vraag indien nodig. Heb jij nu die tailwhip super close en heb jij TikTok, Instagram of weet ik veel waar? Alsjeblieft post de trick, tag ons erin, stuur ons een DM zodat we het zeker zien en dan zullen we deze video reposten. Wil je nu nog meer van dit soort dingen zien? Laat het zeker weten in de comments. Abonneer op ons kanaal, we zitten bijna aan de 1000 abonnees en jullie support is super insane. Bij de 1000 abonnees hebben wij ook iets super leuks voor jullie. Dus doe alvast een blauw duimpje omhoog, abonneer hieronder, laat een berichtje achter en dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!